Goeiedag, Frank Blank hier. In deze video ga ik het met je hebben over hoeveel procent van je lichaamsgewicht is nou gezond om af te vallen per week. Dus stel je bent nu aan het aftrainen en je zegt van ja, ik wil graag in topshape komen. Wat is een normaal tempo waarin je kunt afvallen? Dat is een beetje afhankelijk van je huidige vetpercentage, maar ik ga je een paar voorbeelden geven. Je hebt 0,5%, 1% en 1,5%. Dat zijn tempo's per week dat normaal is. Nou, over het algemeen, een gemiddelde Nederlander is dit. Zit je ongeveer op een vetpercentage als man zijn, tussen 15 en 25%. Dat is een man. En voor een vrouw zou ik zeggen tussen 25 en 35%. Zit jij onder de 15%, dan zit je hier. Zit jij boven de 25% of boven de 35% als vrouw, dan kan je daar zitten. Dus dan kan je misschien nog 1,5% afvallen. Dat gaat wel redelijk snel stoppen, want dit is een heel agressief tempo. Dit is wat ik vaak aanraad voor mannen die boven 120 kilo wegen met niet die heel erg gespierd zijn, maar die dus gewoon echt flink te zwaar zijn. Dan ga je 1,5% misschien aantikken. Vrouwen ga je vaak over de 100 kilo heen. Dat is een beetje het punt waar ik zeg, dit haal je dan nog even in het begin. Dan wordt het op een gegeven moment wel dit. Dat is niet erg. Dan boek je nog steeds progressie. Dus als je dit gaat uitrekenen, dan ga je de stappen zien. Dus stel, jij bent nu 90 kilo. Dat zou inhouden als ik 0,5% per week doe, dat je 450 gram per week naar beneden gaat. Doe je dat 12 weken lang, dus 4,5 kilo plus 900 gram is 5,4 kilo in 12 weken. Dat zou een normaal tempo zijn dat je naar beneden gaat. Nou, dat is een beetje waar je terecht wil komen. Dus waar je voor jezelf wil uitrekenen is eigenlijk, als jij op dieet bent, zak jij dit aan percentage, dus de 0,5% gemiddeld per week. Haal je dat wekelijks? Dan wil je niet naar een dagweging kijken. Je wil week 1, het gemiddelde gewicht van week 1, met het gemiddelde gewicht van week 2 gaan vergelijken. Haal je die stappen consequent. Ga je harder dan dit, wil je meer eten. Ga je zachter, wil je minder eten. Zo simpel is het. Of je gaat meer verbruiken. Dus je gaat misschien meer cardio doen, actiever worden. Dat soort dingen zou je nog kunnen doen. Maar je wil je energiebalans gaan beïnvloeden. Dat zijn de stappen die je moet maken om uiteindelijk een gezond percentage af te vallen per week te komen. Nou, vond je deze video waardevol? Laat even een duimpje achter. Heb je hier ook nog vragen? Laat hieronder een reactie achter. Dan spreek je snel weer. Tot dan.